Oh, weer een Pokémon kwijt. Godverdomme. Hallo kijkers van Shine Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatarlog met Sander van Gaming SB. Als je denkt, is het Minecraft? Nee, dat is het niet. Maar ik snap wel waarom jullie dat denken. Is het Roblox? Nee. Oké, ik doe hem wel weer zoals het hoort. Oh, er zijn ook zulke haters, hè? En jij maar raar vinden dat je altijd achterloopt. Nee. ik vind het raar dat mensen zo doen. Oh, oké. Okay. Ik bedoel, I love pixels, man. Waarom haat je op die pixels? Net zo pixelig als dat black and white zijn? Nee, dat denk ik niet. Ah. Kekwee. Oh, deze gast doet gewoon zo'n kekweetje. Nou, het was zonder de K, maar wel een kew. Ik kan het niet uitspreken, maar... Kew. Okay. Kew. Net vuurwerk. Ja, nou. Ja. Oh, hij doet het weer. Kew. Ja. Nou, ik vind toch dat ze die tekst aan moeten passen naar kekwee. Als ze daar jou gelukkig mee kunnen maken, hadden ze dat zeker moeten doen. Is mijn mening. Weer zo'n kekwee. Holy shit. Deze gast houdt niet op. Niet vanzelf. Wow, Sander, wij voelen elkaar. Nou, dat mag ook wel. Ik ga ondertussen heel even iets doen, waardoor jij iets voorloopt, zodat ik je weer kan inhalen. Hoe ver ben je dan? Ja, ik ben even ver als jou op dit moment. Maar ik moet even ergens heen om iets te evalueren. Hier is Blush Mountain. Wat is dit dan? Ik neem aan dat ik uit Powtown moet. Ja. Yo, ik ben zo'n helderziende, man. Volgens mij wel. Ja, dat geloof ik best dat jij er bent. Jij ziet best helder. Nou, je draagt niet voor niets geen bril. Daarom. Alhoewel, met bril zie je natuurlijk ook helder. Yo, dit is zo'n Lake of Rage, alleen dan niet shiny Pokémon. Dat is gewoon een Gyarados. Ja, dat zeg ik. Zo'n Lake of Rage Pokémon, maar dan niet shiny. Dat is precies wat ik zei. Mm-hmm, dat klopt. Volgens mij. Dat zei jij inderdaad precies. Ah. Deze boy is niet rood. Wat ik wel jammer vind. Ja, dat snap ik dat je het wel jammer vindt, want een rode Gyarados zal zijn pittig cool. Nou, kijk, weet je wat het is? Ik heb dus nog nooit een shiny Gyarados gehad die ik niet in de Lake of Rage heb gevangen. Angen. Oh, wat gebeurde er? Yo, ik ging echt bijna dood. Zeg maar, als je 102 HP hebt, dan had ik zo ongeveer nog 2 over. Oké. Okay. Dit is hypothese, hè? Hypothese. Dit is niet. Oké. Je had zeg maar nog. Je had zeg maar nog zo'n 98% over, zeg maar. Nou. Nee, je had nog maar 2% van de 100 over. Nou, zo ongeveer. Ja. Zo ongeveer, ja. Drake, wil je gewoon vangen, Gyarados? Waarom ga je me doodmaken? Ik wil je gewoon vangen. Ice Fang? Bruh, nou moet je ophouden. Oh ja, ik heb die Rocky Helmet. Oké, ik ga hem nu vangen. En ik ben vergeten dat quickballs bestaan. Ja, dat is nou te lang. Oftewel, ik moet zo'n diveball gooien. In de regen, dat moet wel werken, toch? Volgens mij is dat niet hoe een diveball werkt. Dat werkt gewoon op water Pokémon. Maar, hey. Gyarados, doe nou niet zo. Maar hij doet wel zo. Weer Ice Fangenen. Ice Fangenen? In deze game is een crit toch 1,5 keer? Volgens mij wel. Ja, volgens mij wel. In ieder geval niet meer 2 keer zoals vroeger. Oeh, ik heb Bootops. Nee. Die mag ik. Hij deed in 2 keer, deed hij. Ik heb 151. Ik heb nu nog 55 over. Dus hij deed minder dan 100. Dus dan kan hij. In principe, als hij geen Hyrule en geen crit heeft, zal hij mij niet killen.
Maar het is wel een risico. Maar hij gaat sowieso dood daarna, dus ik ga het gewoon proberen. Fuck dat. Ja, ik heb hem gepoisoned, dus hij gaat waarschijnlijk dood. 1. 2. Ja, 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 blijf, blijf. Please. Dank je. Dat werkt. En moet ik wel $10 betalen om dat Bowtown. Snap ik wel. Ja, ik ben low health. Ken je dat, low health? Nee, dat is niet poggers. Oh, jij niet. Nee, ja. Nee, jij laat ze altijd gewoon in één keer doodgaan. Klopt. Hey, ja, doe eens even normaal. Jij zorgt gewoon dat ze zo'n guillotine afvuren op je. Dat doe ik wel eens, ja. Weet je hoe ik hem ga noemen? Nee. Een Gyarados? Nee. Dat, je hebt me teleurgesteld, maar tuinslang. Tuinslang? Ja, okay. Het is een slang en het is water. Oh, ik dacht, de slang en hij leeft in een tuin. Nee? Daar moet ik even over nadenken of hij dat doet. Maar volgens mij niet. Nee, volgens mij ook niet. Yo, volgens mij was hij zo net zo'n bitch. Wow, wow, ja, wow, wow. Yo, dit is evil team, bitch. Dus dan mag ik het zeggen. Oh. Vind ik. Of ben je zo'n PG Minecraft channel? Nee, geen Minecraft channel. PG Pokémon channel? Nee, ook niet. Yo, ik word gek. Ik word gek, waarom ik met jou een serie gestart als PG moet zijn. Nou jongens, het was leuk. Hey, joejoe. Oké, ik kom alweer terug. 23 afleveringen verder. En nog een paar series. Ja. Volgende serie wordt wel hype. Zeker, daar heb ik echt zin in. Ik weet ook niet hoe ver we eigenlijk met deze game zijn, maar volgens mij al best ver. Best wel ver, ja, best wel ver. Yo, ik wil nu wel tegen deze vrouw vechten. Nu is ze ook geen bitch meer, want nu ben ik niet low health. Zoals hoe dat werkt. Ah, ik heb je alweer ingehaald, uit Mexico. Nu is ze lief, kijk dan. Kijk dan wat een cutie. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Dat maakt niet uit. Oh, dit is zo'n Sandshrew. Ik ben tegen Gladion aan het vechten. Oh, ik had beter Earthquake kunnen doen. Oh, dat is ziek. Klopt het dat ik... Was Grasvee niet dood? Wie is Grasvee? Oh, ja! Ja! Ja, dat was... dat wou ik jou nog zeggen van... We moeten echt niet vergeten jouw... Weeping Bell? Of nee, wie was dat? Er was één Pokémon dood. Die had je nog niet uit je team gehaald. Wauw, wat kut. Ja, dus niet erg. Dan moet je hem gewoon nu niet meer gebruiken en dan uit je team halen. Ja, maar dan heb ik waarschijnlijk ook niet getraind. Want anders zat hij wel in mijn team, natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Dus ja, dan heb ik niks aan... Ik zat even te bedenken wat je bedoelde. Ik ga even kijken wat de laatste... Nou, als ik train met de Pokémon, dan heb ik ze in mijn team. Ja. En dan moet ik tegen wilde Pokémon vechten om te trainen. Even kijken. De team wat jij nu zou moeten hebben is 5 Pokémon. Blastoise, Charnotic, Staraptor, Exploud en Bertic. Waarom staat Venonef daar niet tussen? Die is dood gegaan. Ja, is die ook dood? Ja, Venomoth is ook dood gegaan. Oh, dan ben ik ziek illegaal bezig geweest. Dan maakt het ook niet uit dat hij zo low health was. Ja, Venomoth is de laatste die dood is gegaan. Oh, ik dacht dat Charnotic dood was gegaan. Nee, die leeft nog. Dat ik die fairy type was. Oh. Nou. Oké, ja jongens. Sorry, maar het is voor ons alweer een tijdje terug. Een week, denk ik. Het is op zich niet zo heel lang, maar... Oh, hier is geen... Voor Venomoth was om een Stardust gegaan. Wie dacht jij dan dat de dood was net? Charnotic. Oh ja, nee, die leeft nog. Maar er is geen, hoe heet het? Geen dingen, geen PC in Potaam. Nee, maar je kan gewoon vliegen met Charizard naar het stadje waar je naartoe moet. Ja, maar dat duurt zo lang. Ik weet niet hoe ver jij voorloopt. Nee, ik wil niet zeggen. Nee, maar je moet naar een stadje toe nu. Als je daar gewoon meteen naartoe vliegt en daar gaat healen.
En daar ook meteen naar de Pokémon Center gaat, zeg maar. Oh, daar zijn we al geweest. Ja, we zijn er al geweest. Ja, waar je nu naartoe moet. Oh, dit was echt heel dom. Oké, dat is bovenaan die vulkaan. Nee. En route 10 dan? Nee, helemaal onderaan. Daar staat een vlaggetje ook bij. Oh! Tapu Village. Ja, ik zie het. Wauw. Ik voel me een loser, boy. Dan voel je je best goed. Nee. Nee. Ik vind het meestal niet chill als ik loser boy ben. Maar oké. Als jij dat wel vindt... Je voelt je als jezelf. Dan voel je toch nu goed. Nu snap ik wel waar dat vandaan komt, zeg maar. Oh, ik heb Breloom... Nee, Breloom heb ik er... Nee, wie zou ik erin doen? Ja, volgens mij wel Breloom, Sander. Toch? Wat? Ja, Breloom. Nee, je had voor Charnotic gekozen in plaats van Breloom. Je had nog... Je was nog helemaal niet begonnen over het nadenken van wie er nu in ging doen. Oké, dat is kut. Nee, maar ik denk... wat kut. Wat onhandig. Weet je wat? Kies er één. Doe hem alvast in je team, zeg maar, achterin. En dan doen we na deze aflevering doen we gewoon even trainen. Yo, heb ik een Marvel? Een Mega Marvel zelfs. Ja, maar nee, die mag ik niet gebruiken. Ik doe ik even in de devbox. Wie wil ik? Ik denk Bloom dan voor de fighting. Ik denk wel dat mijn... Alhoewel, ik ben nu zo'n poison type kwijt. Arbok is kut, dus... Sorry Arbok. Ik bedoel het niet lullig. Het komt wel over, weet ik. Maar je meent het wel zo. Ja. Hey, dat was niet wat ik wou zeggen. Maar het is wel waar. Nee, niet weer Charizard Glide. Oh jee, ik moet nu tegen de trial, of tegen de island Kahuna. Ja, dat is... Met een Toucanon. Yo, wat vind je trouwens van dat HM's soort van terug zijn? Ja, dat is nog niet zeker. Een soort van. Dat is nog niet zeker, hè. Laten we eerst even afwachten wat er gebeurt, zeg maar. Ik ga er wel vanuit... Zeg maar... Omdat het op de Poketje is, ga ik ervan uit dat je niet een Pokémon het hoeft te... Mijn Quagsire gaat zo dood. Of ik moet een One-Hit KO. Nou, nee, mijn Quagsire gaat dood. Want ik heb per ongeluk geïceballed en dan zit je vast in die aanval. Ja, klopt. Ja, Quagsire is dood. Dat is een soort rollout, alleen de ijsversie. Yep. Nee, maar eventjes terug over Brilliant en Shining en... ik denk, omdat het ook op de Poketch zit, denk ik dat het dus gewoon wordt dat je het via de Poketch... Ja, dat denk ik ook. En dan is het gewoon prima. Niet dat je echt een HM moet leren, maar HM zijn sowieso terug. Ja, oké, maar... Niet op de oldschool manier. Ja, maar... slecht zijn. Hoe heet het? In elke game zit toch eigenlijk dan HM's. Ja, in Sword and Shield zit je op een fiets dat op de water kan, maar... Ik vind dit zijn Rai Pokémon. Het is vervanging voor HM's, maar dat zijn niet echt HM's, toch? Ja, maar het is toch ook gewoon Rock Smash en Fly en Surf en zo? Ja, oké, als je het zo bekijkt, ja, dan wel. Dus het blijven wel bedoel... gewoon HM's, zeg maar. Alleen heet het anders. Oké, alleen bij Sword and Shield zou je echt kunnen zeggen, er zijn geen HM's. Want je hebt een fiets. En... Je hebt gewoon Fly. Ja. Dan heb je gewoon een Flying Taxi. Dus dat is niet echt... Nee, wat dat betreft vind ik het juist heel goed dat ze... Ik vind HM's namelijk op zich best leuk, zolang het geen slot hoeft te zijn op je Pokémon, zeg maar. Ja, dat is het ook. Dat is ook de enige reden waarom ik altijd een hekel had aan HM's. De meeste moves waren ook nog niet zo heel goed. Mm-hmm. Ik bedoel, kijk naar een Rock Smash. Ik bedoel, het is... Ook niet per se heel slechte move, maar het is ook geen goede move. Als je de hele tijd bij je moet hebben. Of kut. Kut is echt een goede, want ja, kut dat is gewoon echt een slechte move. Uh-huh. Ah, Rock Smash is ook niet heel goed, hoor. Nee, maar die kan nog stab hebben.
Ja, oké, okay, ja. Kunt natuurlijk ook op normal type Pokémon, maar daar heb je minder. Ja, maar Rock Smash is ook gewoon een zwakke aanval. Kijk, Strength is nog een redelijke aanval, zeg maar. Kijk, Strength, Surf en... Of was er nog één? Waterval is heel goed. Waterval was heel goed. Ja, dat zijn drie goede TM's. Alleen, de rest is gewoon niet te goed. Oh, dit is zo'n Alolan. Ja, daar heb ik niks voor, denk ik. Had ik nu maar Poison. Mhm. Of Fire. Oh, ik heb Fire. Ik heb zo'n Fire. Oh, hij doet een Z-move. Ik ben waarschijnlijk fucking hard genaaid. Deze gast weet hoe Z-moves werkt? Yep. Yo, volgens mij kan ik stoppen. Nee, grapje. Dat is niet hoe dit werkt. Maar... Ja, nog een Pokémon kwijt. Oh, wat kut. Ja. Yep. Dus de derde Pokémon moet je zeker one-hit KO, wil je de Z-move. Voor ja, zijn. Ja. Yo, dat is niet of, je moet gewoon een Pokémon hebben die, die niet voor de helft al dood is. Want dat had ik. Jij denkt dat je van full health wel kunt tanken? Deze man, gaat hij zichzelf hitten? Dat was niet per se even. Met full health had ik hem 100% kunnen tanken, want ik was een Regirock. Ah, oké, okay, Legends. Ja, dan. Icebeamen, dat mag. Dat mag niet. Ik vind het altijd eng als ik in eentje die Leg Spike krijg. En waarom heb ik geen potions gekocht? Ik heb 3 hyper potions. Gek, ik ben echt dood. Ben je, tegen wie vecht je nu? Ook tegen de ding al? Tegen de tweede Pokémon van Gladion. Ah, okay. Alolan Ninetales. Oeh, dat vind ik wel een leuk. Potion en Confused. Nou, ik ben echt helemaal klaar mee. Heb ik een Dark type? Ja, ik heb een Dark type. Waarom? Nee, Dark is niet goed op Fairy. Maar Steel wel. Dat is gunstig. Ja, oké, ja. Ik ga even goed voor zitten. Deze gast is namelijk en niet Confused en niet Frozen. En Ice Beam doet niet zoveel. Dat deed nog aardig wat voor een Ice Beam, maar... Ja, Ice Beam is een goede aanval, hè. Nee, niet de Aquatil! Nee, wat doe ik? Ik word zo hard gerekt door deze Rotom, dat is gewoon eng. Ik word zo hard gerekt door mezelf. Ik was echt debiel aan het doen. Ik was aan het kijken welke Sea Crystal heb ik. Weer de Pokémon kwijt, godverdomme. Dat bij ons alle twee niet lekker hoor. Nou ja, dat scheelt eigenlijk niet. Dat maakt helemaal niks uit of jij niet lekker gaat. Het is geen cage lock of zo. Oké, okay, safeguard. Oké, okay, Blastoise, please. Doe niet jezelf. Hoezo is hij zo fucking goed? Okay. Ik heb het niet verzonnen. Ik wil niet haten, maar deze game haat wel. Een Pelipper? Ik weet dat Pelipper is, maar ik heb geen zin om het goed uit te spreken. Omdat ik deze game haat. Oké. Okay. Imposter? Het lijkt wel allemaal eens. Nu is hij een Beartick, maar betekent dat ook dat hij de type heeft of dat is nog steeds niet? Hoe werkt Imposter? Ja, dan heeft hij de type niet als het goed is. Oh, dat is echt kut. No. Ice Wind of Ice Cold Crash? Ik denk dat ik gewoon ga waaien, hoor. Meen je dat? Ja, dat meen ik echt. Ik denk dat, volgens mij is die Rotom plus 6 nu. Nee, Ice is not very effective, dus ik denk dat hij nu zo'n Ice type is. Mijn Magnezone is ook dood. Zijn al je Pokémon dood? Nee, ik heb nog 2 Pokémon's over, maar die heel low health en geen potions. Oké, ik had 1 hoop en dat was Harry. Maar ik was vergeten dat Harry zowel frozen is als low health. En dat is kut. Oké, hoe heet het? Deze Pokémon, Bronzong is ook dood. Yo, wat kut. Ja, ik ga wijten. Ik heb alleen nog Slaking, maar die gaat nu ook dood.
Hij was alles plus 6 volgens mij. Of in ieder geval plus 6 speed, plus 6 special attack, plus 6 special defense. Ik ben gewaaid, of geblacked mag ook. Ik ben in ieder geval dood, helemaal, 100%. Dit is pijnlijk, holy shit. Yo, dat pijnlijk. Is wel echt kut. Ja, ik moet gaan trainen zometeen. Ja, dat is kut. Wil je een knipje doen in de aflevering? Dat, Nee. Ik ga eerst wel even bedenken welke Pokémon's ik ga gebruiken. Fuck, dit is kut. Als ik gewoon meer Hype Potions had, was het geen probleem geweest. Ik heb er nog 2. Ja, of ik moet naar X-Plow, maar ik ben nu al... Ik weet niet of dat... Als hij een Ice Move doet... Ik denk dat hij wel Ice Typing is geworden. Als hij dan Ice Type doet... Is dat dan Step? Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is kut. Dan denk ik dat X-Plow het namelijk niet gaat overleven. Oef. En IJsbeer... Ik kan IJsbeer healen... Ja, ik doe dat wel gewoon. Maar dan moet ik geen slash crit krijgen, denk ik. En hij doet wel slash. Is het ook oh, dat deed echt veel minder damage dan ze net. Dus okay. Ook met een crit. Oh, hij mag 2 keer achter elkaar. In principe maakt het niet uit, want ik heb het overleefd. Maar dat was wel eventjes dat ik dacht, oh, dat wist ik niet. Ja. En ik heb Gladion heb ik verslagen zonder dat hij een C Crystal deed. C Move. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, wat doet Feint? Feint. This attacks hits a target. Hits a target using a move such as. Als iemand protect of detect doet, dan werkt deze attack. En het... Ja. Oké. Okay. Ja, die... Kijken of ik nog wat Pokémon's kan vangen hier ergens. Ja, die zijn nog hoger level dan... Ja. Niet. Die. Pokémon. Ik kan me niet herinneren dat ik hier heb gekeken, namelijk wat voor Pokémon's hier zijn. Ja. Wauw. Embryo. Die mag ik niet. Ja, dat is kut. Dat is kut. Are you ready to come or not? Wat moet ik doen? Dan ga je tegen hem vechten. Jij mag het weten. Ik heb Gladion al verslagen. Oh ja, loop je met hem mee naar de Island Kahuna, zeg maar. Maar moet ik die dan ook meteen bevechten? Dan krijg je de vraag daarna van de Island Kahuna van wil je met me vechten? En dan mag je zelf weten. Ik ga in ieder geval nog kijken of ik nog voordat de aflevering eindigt misschien nog een leuke Pokémon tegenkom. Ja. Maar jij bent dood gegaan aan Gladion, toch? Of nee. Aan de Kahuna. Die deed een Z-move. Oh, ik dacht dat jij aan Gladion... Over Gladion had. Zitten we nou op een boot? Oh nee, we zitten niet... Bij een boot. Wil ik het doen? Ben ik geheeld na de battle? Ik moet echt niet in een battle komen, anders raak ik mijn Pokémon kwijt. Ik durf hier niet te kijken. Ja, je wordt wel geheeld, ja. Sorry. Oké, nee, maar dat maakt niet uit, want ik besefte me eigenlijk ook dat ik Hyper Potions nodig had, want ik had er nog maar 1. Dat vind ik niet zo'n fijn idee in zo'n battle. Snap ik. Dus we gaan er eventjes minimaal 20 kopen eerst. Ik ben er helemaal klaar mee hoor. Ik koop er gewoon direct 20. Zo. Dat ze dat maar weten. Cross doet
supercharge. Altijd die Taurus, hè, met zijn supercharge. Ja, dat had ik ook wel nodig, hoor. Dus in dat opzicht vind ik het niet erg. Oké, wie wil ik voorop hebben staan? Welke Pokémon... Wat een domme vraag, dat weet jij natuurlijk ook niet. Het is geen normale Pokémon game. Nee. Het is zo'n randomizer. Zoals ze dat zeggen in het Engels. Dus het wordt echt eventjes gokken. Ja, ik heb Charnotic. Oh, een Celebi! Hoe hoog is deze gast eigenlijk? Mag ik helemaal niet. Ik mag natuurlijk helemaal geen Celebi. Een Mr. Mime. Oh, niet zo'n Galarian. Oké, nee, gelukkig. Dat was een grapje. Dat meen ik niet serieus. Oké. Okay. Voordat je dat zegt. Oh, hier is ook nog een trainer. Ik moet echt uitkijken. Oh, dat haat ik altijd als ik zo moet uitkijken. Oh, wat kut. Zijn eerste Pokémon is al level 34. 43, sorry. Ja. Gallade mag ik toch? Gallade is toch fight? Gallade is fight psychic, ja. Ja, nice. Als je die kunt vangen... Dan zou ik dat zeker proberen. Ja. Wat doet hij? Oh, hij doet swords. Cursed body. Oh, hij had cursed body. Nu heeft hij soundproof. Daar heb ik heel erg geluk mee. Want ik heb Harry gechoiceband. Nou. Oeps. Ja, anders dan had ik struggle moeten doen, denk ik. Maar hij heeft nu soundproof. Deze Pokémon mag ik ook al. Deze is ook nice. Hyper potion. Gast, deze gast is echt hyper. En potionen. En nou, dat zeker. Nou, niet helemaal. Toxic noemen ze dat ook wel. Nou. Zou ik het haast willen noemen, ja. Oké. Eerste Pokémon is neer. Oké. Please, zeg dat. Klang. Is dat de laatste? Nee, zeker. Nee, dat is zeker hij heeft, die Klang. Hij heeft drie Pokémon. Oh, Klang. Nee, dat is niet de laatste. Je dat is de tweede. Je hebt Kling, Klang, Kling, Klang. Ah, ja. Ja. Oh, Choice Bandit. Vergeet ik het alsnog. Oké. Ja, dat was niet zo heel slim. Ik dacht... Oh, dit is chill, want... Nu, ik heb... Fire-type. Alleen, ja, ik heb natuurlijk cringe gedaan. Want ja, dat was gunst voor de Mr. Mime. Mm-hmm. Mr. Mime! Mr. Mime. As je vader is Mr. Mime. Change my mind. Wat verdomme. Sorry. Sorry dat je dat moest zien. Zoals SpongeBob zou zeggen. Dat is een quote. Een quote. Nee, ik loop in een battle. Oh, ik wist niet dat die gast rondliep. Oh ja, dat is kut. Oh, dat is helemaal kut. Heb je alleen maar laag Pokémon zeker? Ja. Oh, en nog een, weet je tegen wat ik moet? Een Mega Ampharos. Alsof het... Is dat niet elektrisch draak? Ja. Yo, dat is echt kut. En hij doet ook nog een X-Special Defense? Wat is dit voor een game? Kan je even ophouden met zo kut te doen, please? Echt hoor. Alsof je nog niet genoeg genaaid bent, jezus. Oké, Klang is dood. Please, een Magikarp. Please, een Magikarp. Please, een Magikarp. Ik weet, de kans is heel laag. Nee! Wat? Oh, ik ben zo dood. Wat? Een nummer 151. Mew? Of 150. Mewtwo? Mewtwo, ja. En is het een Mega Mewtwo? Oh, dat kan ook nog. Ja, dat weet ik niet. Ik zat eerst nog te twijfelen naar wie moet ik uitgaan. Ik moet sowieso switchen natuurlijk, want ik kan geen dark type doen met deze. Want Choice Bandit. Ja.
volgens mij is dit ei. Dit is de langwerpig hoofd. Ja, de mooie versie, zeg maar. Nou, ik weet niet of ik dat nou meteen zo zou zeggen. Ja, ik vind die andere met die blokken aan zijn handen vind ik echt lelijk. Ja, ik ben dood. Hij doet zijn Z-move. Hoe die's... kan ik van hem... Van een... Ik bedoel, van hem... Yo, Miracle Eye Z-move. Ik denk, dacht echt, ik ben dood. Dus je bent echt gespaard nu, zeg maar. Ja, dat okay, is echt niet normaal. Oké, okay, Sander, de Mega Amphos is dood. Hoe? Yo, ik je heb geen ook idee. Hé, hey, Spa Brothers. Oh, is, ik heb hier gewoon keihard voor gevochten, oh. Ja, ja. Oké. Okay. Sorry. Yo, ik dacht echt toen die C-move ging doen, ik dacht C-move van een Legendary Mega. Ik ga dood. Toen deed hij Miracle Eye. Heel chill. Dat is inderdaad heel chill. Oké, ik denk... Even Dynamax voor één turn. Oké, Sander, ik denk dat ik deze battle gewoon ga winnen. Ik denk het ook. Guard Swap. Moet ik een Nidoran? Ja! Boom! Ja? Hey, ik weet niet hoe deze gozer heet, maar... You're a loser, boy! Dat is wat anders dan de skaterboy. Rachel, Rachel, je bent een loser. Heet hij echt Rachel? Nee. Oh, Nanu. Ja, Nanu. Nanu, Rachel, ik bedoel, het is maar één letter verschil. Plus nog een paar andere letters. Yo, Dark Sea Crystal. Jij loopt nu voor op mij, Sander. Ik ben trots op je. Ik ben vooral trots dat ik die battle heb overleefd. Snap ik, snap ik. Ik vond Gladion daarvoor ook al niet makkelijk. Ik moet gewoon toen die Gladion vangen. Toen kreeg ik deze battle. Oh, je hebt hem niet gevangen. Nee, de Gladion moet ik nog steeds een keertje gevangen. Kut. Oh, Wimpot, die mag ik ook. En die is water. Dat... En hij heeft natuurlijk geen Wimp out. Oh, Buk. Ja, natuurlijk. Ja, ik ga voor de Wimpot, want... Die heeft natuurlijk niet die slechte ability. Alleen moet hij wel oh, zitten. Oh, hij heeft niet de emergency exit. Ja. Oh, dat is ziek. Oh, hij roept een Pokémon. Yo, Gladion zegt dat ik naïef ben, gast. Met zelf. Bitch. Ja. Ik heb allemaal slechte Pokémon. Hij is naïef om te denken dat ik naïef ben. Hou naïef. Yo, ik weet niet wanneer... Ik weet niet ja, hoe lang ik wil de aflevering zo beëindigen. Alleen ik moet even de Pokémon, een Pokémon okay. vangen voor... Oh, voor in mijn team. Nee, oké, okay, maar dan ga ik in ieder geval niet lopen. Kunnen we hier wel ook naar de PC? En zo? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Oh, je kunt hier ook terug, denk ik. Want okay, to go back to Malia. Oké. Hey, je hebt tenminste iets. Dat is chill. Dat klopt, ja. Ja, we moeten echt nodig trainen. Dat is een ding. Ik moet nog even een nicknaam gaan bedenken. Oh, Sander, dat zijn we grappig. Oké, okay, voor de mensen die, voor de kijkertjes thuis, we hebben een aantal keer gehad dat we wat technical difficulties hadden en wat Milan dan deed is een YouTube link sturen van een Davina Michelle, Afro Tros, duurt te lang, beste zangers 2018. En nou, nu deed ik het terug. Ja. Want het duurt ook echt te lang. Ik sta hier al uren stil. Ja, tuurlijk, Sander. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit ook een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. De volgende aflevering heb ik als het goed is een volledig geleveld team. Ik zal wel even kijken tot welk level ik me ga trainen. Ongeveer de level dat mijn Pokémons die net dood gingen ook waren. Ja, 45 ga ik ze trainen.
En dan zie ik jullie graag de volgende aflevering weer. Vergeet zeker niet op Sander's kanaal te kijken, want hij is een coole jongen. Die staat in de beschrijving. En dan heb ik nog mee niet te zeggen. Adios, amigos.